Gefeliciteerd met deze overwinning. Ja. En meteen de eerste plaats in de ranglijst overgenomen van Landstede. Virtueel was het al zo, nu is het in punten zo. Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Nou, ik denk dat we lekker uit de startblokken kwamen. En dan is het altijd zo dat de tegenstander ook wel op een gegeven moment even in het spel kwam en, of komt. En dat gebeurde ook, dus niet vreemd. We hadden een beetje vieren en dan pakken ze hun kans. Maar ik denk dat we voor de rust het wel weer op orde hadden. En dat is eigenlijk de tweede helft niet anders geweest. Nee, precies. Want toen kwam er ook nog even heel even een runnetje dat ze tot 9 terugkwamen. 58, 49. En daarna was het ook binnen no time weer 16, 17 punten. Dus ja. Kerasi was, begreep dat hij last van zijn Achillespees had. Dat hij een beetje aan de kant is gehouden. Uit voorzorg. Uit voorzorg. Oké. Okay. Zondag Dutch Windmills. Ja. Je hebt natuurlijk afgelopen week van Landstede basketbal gewonnen. Heb je al een beetje een idee wat je daar gaat verwachten? Wat dat voor soort wedstrijd gaat worden? Nou, volgens mij is Dutch Windmills, dat is eigenlijk het hele jaar al een tegenstander waar je voor op moet passen. Dus dat zal deze wedstrijd niet anders zijn. Nee. En als ze dan laten zien dat ze van Zwolle winnen, is dat eigenlijk alleen maar het bewijs. Ja, ja, precies. Dus nog even terug naar deze wedstrijd. 96 punten, 75 tegen, dus een wedstrijd die heel snel gaat. Weinig oponthoud, weinig vrije worpen, dus korte aanvallen. En dan zien we toch Thompson 29 punten. Toch geruisloos eigenlijk. Ja. Nou, wat ik kijk eigenlijk niet naar Thompson, ik kijk naar het team. Wat ik denk dat goed is gegaan, dat die bal rondgaat. Hè. Dus als je iemand voorbij gaat. Of uiteindelijk een voordeel hebt in de aanval, dat je dan de open man kan vinden. Dat ging vandaag erg makkelijk. En als je daarnaast nog in de verdediging het redelijk goed hebt staan, had toch iets beter gekund, maar was prima voor deze wedstrijd. Dan heb je geen verrassingen in deze wedstrijd. Nee, precies. Wat mij ook opviel als Aris dan even terugkwam, dan werd de verdediging aangescherpt. Er waren meteen 2-3 steals, 2-3 open lay-ups en dat was gewoon weer een groot verschil. Ja. Nou ja, hoe ik het heb beleefd, is het men kwam terug, overigens alle respect daarvoor, door gewoon een aantal driepunters die erin ingaan van Masterson of Michaels. En dat was het dan wel een beetje. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment gaat het ook mis. Ja. Dat was het. Hij vond Kinney in het begin nog wel aardig spelen. Ja. Een listige speler met die linkerhand. Ja, een beetje randje bukkert. Goede poster. Dus wat dat betreft. We moeten eigenlijk verder over deze wedstrijd zeggen. Het was een vrij standaard wedstrijd. En kijk, waar wij naar kijken is met name wat doe je in deze wedstrijden, zodat je leert en je ontwikkelt richting de play-offs. Dan wel naar wedstrijden zoals Dordrecht. Dus dat is denk ik vandaag wel redelijk goed gelukt. Hè? Van het begin af aan er staan, mooi basketbal laten zien, aanvallend, verdedigend, redelijk strak dichtzetten. Eigenlijk zijn we ook niet verrast in de verdediging van de rebound. Nee. En dan zijn er natuurlijk altijd verbeterpunten. Maar dan heb je in principe je huiswerk gedaan en heb je uitgevoerd wat je uit moest voeren. Dus dat was deze wedstrijd. En ik hoop dat het publiek gewoon heeft kunnen genieten. Ik denk dat het eerste kwart was bijzonder, denk ik. Dat de ene na de andere. Met allerlei alley-oops. Dus dat was wel heel mooi. Waren mooie acties. Het gevaar is daar weer van dat je op een gegeven moment iets te losjes gaat spelen. Ja. Nou, daarom kwam denk ik Leeuwarden ook weer terug. Maar ik denk dat we dat goed hebben hersteld. Ja, nee, helder verhaal. Had je de bekerwedstrijd nog gezien tussen Donor en Den Bosch? Nee, heb ik niet gezien. Ik heb alleen de stand gezien en toevallig wat interviews. Eigenlijk gebeurt daar hetzelfde. Hè. Groningen is op zoek naar zichzelf. En die hebben ze volgens mij ze hebben zichzelf hervonden. Althans, dat lees ik in de Groningse gemeenschap. Ja. Den Bosch. En dat is denk ik prima. En wat daar wordt gezegd is, ja, de verdediging is weer op orde. En daar had Den Bosch blijkbaar geen antwoord op. Nee, Den Bosch speelde ook gewoon echt slecht basketbal. Er stonden 10-4 voor en daarna hebben ze nauwelijks meer wat gedaan. En wat mij opviel was dat Groningen veel sneller was in de transitie. En dat ze echt gewoon tot open levens kwamen. Want het was Cheryl te ver naar voren, de bucket ingedribbeld, schot mis of balverlies. Hup, meteen fast break. Eigenlijk wat Leiden ook speelt, heel snel basketbal. Dus, als beide ploegen tegen elkaar gaan spelen en ze gaan allebei zo hard lopen, dan kan het ook wel een leuke wedstrijd worden. Nou, ik vond het op zich natuurlijk wel een verrassende uitslag. Ik bedoel, als Groningen van Den Bosch wint met 40 punten verschil, ik denk dat het eens in de 10 jaar voorkomt. Ja, dus dan gebeurt daar iets speciaals. Nou ja, blijkbaar Groningen hervindt zichzelf.
is daar ook trots op. Ik denk terecht bij zo'n stand. En uiteindelijk Den Bosch, ja, die moet toch even terug naar de tekentafel en het weer op orde brengen. Overigens, daar heb ik alle vertrouwen in. Scalen is een goede coach, ervaren. Ja. Dus zal de juiste maatregelen nemen. En Den Bosch is natuurlijk ook gewoon een hele goede ploeg. Ja, ik denk dat morgen een hele andere wedstrijd wordt. Ik denk ook een wat hardere wedstrijd. Daarom. Dus we gaan het zien. Dankjewel, Rolf. Okay. Tony, welkom in onze studio hier. 96-75 nederlaag voor Aras Leeuwen tegen Zorg en Zekerheid Leiden. Je eerste reactie op deze wedstrijd? Wel, ik denk dat wij op bepaalde momenten wel goed hebben meegespeeld. Wij zijn twee maal dus eigenlijk onder die 10 punten geraakt. Het tweede kwart en ook het derde kwart. En dan dom balverlies. Maar ik denk dat wij echt hebben op de toppen van ons team moeten presteren. Dus om dit Leiden dat de laatste weken wel goed op dreef is, ook Europees. Om het vuur aan de schenen te leggen. Ja, nee, dat merkte ook wel. Op een gegeven moment was het 16 punten verschil in de eerste helft. En vlak daarna was het weer 5, geloof ik, is het geworden. 5 of 6, 41, 35 dacht ik dat het was. Met rust dan weer 12. En in de tweede helft nog een keer terug tot 58, 49. En daarna liep het wel een beetje uit. Puntje of 20. Was het ook, je mag natuurlijk als coach niet zeggen, maar was het ook iets wat je zo'n beetje verwacht op deze wedstrijd? Wel, ik had wel, kijk, iedere wedstrijd moet je spelen om te winnen. Ja, en als wij op ons sterkste zouden gespeeld hebben en Leiden zou ons bij manier van spreken, naar die zware competitie toch dat ze hebben, toch eens een moment van zwakte zou hebben, dan moet je iedere kans aangrijpen. Maar je kunt natuurlijk de logica... kun je ook niet uit de weg gaan. Dit team is heel sterk. Dat heeft echt een leider in Watson. En heeft een geweldige afwerkingspercentage ook op het terrein. Ja, nee, zeker. Aren staat natuurlijk eigenlijk te laag op de stand. In de stand. Dat kunnen we over eens zijn. Volgens mij waren de doelstellingen aanvankelijk wat hoger. Hij heeft natuurlijk allerlei oorzaken. Langdurige blessure van Williams. Die dan na twee wedstrijden eigenlijk zegt van nou eigenlijk niet. Elting die weggaat. Greg O die dan terugkomt, nu Darren Anderson erbij. Volgens mij is het team nu klaar. Ja, ik denk dat we nu moeten leren toegroeien naar de andere wedstrijden. En dat we week per week eigenlijk moeten gaan verbeteren. Voor ons begint de competitie nu echt maar pas. Ik had natuurlijk ook gerekend op de VCU-guy. Dus om het spelletje te orchestreren. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd. We hadden misschien veel te lang gewacht op die vervanging. De meeste betere guards waren toen ook al in een team. En Anderson is eigenlijk meer een combo. Maar we hebben echt niet lang meer kunnen wachten. Want anders is uitstel van executie. En Komalis die mocht absoluut niet gekwetst geraken. Mm-hmm. En die haspelde 36 minuten per wedstrijd af. Ja, precies. Maar je hebt nu ook gewoon meer wisselmogelijkheden. Met Greg Odie van de bank komt. Of je laat hem starten en dan komt Veenstra van de bank. Het is maar net hoe je wil. Cumulus kan van de bank komen. Dus je bent ook gewoon een stuk breder geworden. Het is breder geworden, ja. Maar dat vergemakkelijkt niet de rotatiemogelijkheden, hoor. Je moet als coach goed op de kievief zijn, om het zo maar te zeggen. Op je hoede dus. Hè. Uiteindelijk ook de juiste rotaties in te brengen. En je moet ook die jongens, wat ik vandaag gezien heb, stelde mij ook wel teleur. De manier waarop sommigen dus eigenlijk die wissel ondergaan. Dat ze het eigenlijk onrespectvol misschien vonden. Maar ik heb hem ook gezegd dat een team bestaat uit 10 spelers en zelfs 12. Hè. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, je moet positief blijven denken met dat team. En wij hebben eigenlijk maar één steek laten vallen, dacht ik. En dat was Opweert. Daar mochten we die wedstrijd niet verloren hebben. Want ja, wij gaan altijd wel eens een wedstrijd verliezen tegen Den Helder. Maar we gaan er ook 3 winnen. We gaan ook wel tegen Weertjes ondergaan, zoals vorig seizoen bij ons thuis. Maar dan ga je weer 3 winnen. En dan heb je ook met Rotterdam en Amsterdam vorig seizoen bijvoorbeeld hebben we niet van Rotterdam gewonnen. Nee. Dus, en nu wel. Dus wij zitten eigenlijk nog min of meer op koers. En nu zou het team eigenlijk zijn vaste vorm en zijn spelkwaliteiten moeten kunnen laten blijken. Ja, je moet ook op je hoede blijven inderdaad voor het feit dat je natuurlijk 5 buitenlandse spelers hebt. Die je niet tegelijkertijd mag inzetten. Ik heb begrepen van de teammanager dat bijna fout is gegaan een keer. Ja, dat was bijna wel. Je bent eigenlijk op intuïtie aan het coachen. Erik Braal heeft het vorig seizoen meegemaakt. Dus ik wil het ook niet meemaken. Dat we daar nog een forfait nederlaag bij krijgen. Of de consequenties ervan moeten gaan dragen. Daarom is het goed dat de teammanager op dat moment ook wel heeft ingegrepen. En dat was uiteindelijk ook op Weert.
Dat was de eerste keer, dus hebben we 5 op de wedstrijdblad hadden staan. Ja, precies. Ik begreep dat het bijna tegelijk ook nog een keer gebeurd was, die wedstrijd erop. Ja, de wedstrijd erop, maar dat is eigenlijk... ik denk als je aan het coachen bent, denk je daar niet over na hoor. Nee, dus nee. Dan ga je uit van de kwaliteiten en niet zozeer van de nationaliteit. Nee, precies. Nou, volgend jaar heb je dat probleem niet. Want dan gaan we inderdaad in de Dutch Basketball League volgens de FIBA-regels spelen. En dan mag je er ook gewoon 5 tegelijk in zetten. Dus dat is dat. Dat is voor een ploeg als Donor bijvoorbeeld, die in 3 verschillende competities speelt. Ja. Leiden dan dit jaar ook en de Bos ook. Ja, het maakt het toch makkelijker dat in ieder geval 2 competities dan. Eigenlijk de NBB-rules, zoals in de. Eigenlijk zoals in de beker. Ja, de NBB-regels zijn wel anders. Die zeggen je mag maximaal 4 buitenlanders op het wedstrijdformulier zetten. En de DBL-regels zeggen dan, ja, je mag er 5 opstellen, maar 4 tegelijk. Ja. En de FIBA zegt, je mag er 5 opstellen, of je moet zoveel homegrown spelers hebben. En dan kan je gewoon in Nederland breken dan 5 buitenlandse krachten. En is het zo dat er volgend seizoen ook enkel rekening wordt gehouden met de homegrown players? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dus dan zijn er ook teams waar enkel spelers of als buitenlander moeten kunnen beschouwd worden die nu Nederlander zijn. Bijvoorbeeld bij Aris is dat uiteindelijk Nathaniel Musters. Die dus nooit in de jeugdreeks heeft gespeeld, wel een Nederlands paspoort heeft, maar dus uiteindelijk niet opgeleid is hier. Nee, precies. Ja, dat zal ook nog wel een dingetje zijn. Punt van discussie worden. Ja, ik bedoel, ja, want ja, hij speelt al 2 jaar als Nederlander in de DBL. Moeten we dan zeggen, hij is geen homegrown speler, wordt het dan een buitenlander? Ja, dan heb je met Van Ostrum, dan heb je eigenlijk met Duracell, dan heb je ook met andere spelers. Dat zijn geen homegrown players, nee, dus, maar ik denk dat... volgens mij te ver gegrepen is. Je moet ook kijken naar de kwaliteit van de competitie. Ja, precies. En ik denk ook bijvoorbeeld een Doriso, die is een Nederlands staatsburger geworden. Doordat hij getrouwd is en een Nederlands paspoort heeft aangevraagd. Dan stel dat je 5 homegrown spelers moet hebben en je hebt 5 Amerikanen. Dan mag je nog 2 een halve nationaliteiten hebben natuurlijk. En dan moet je allemaal uit diezelfde vijver gaan vissen. Ja, dan moeten we wel bekijken hoe het gaat. Dus eigenlijk. Ja, je kan natuurlijk altijd 2 jeugdspelers ergens vinden. Die zet je dan op de bank. En dan heb je 2 homegrown spelers. Ze hebben dat in België dus vorig seizoen voorgesteld. En dan zag je plots Yannick Desiron verschuiven dus eigenlijk van Hasselt. Van Limburg dus, naar richting Oostende. Mm-hmm. Omdat Oostende werk maakte om te zeggen, hey, dat is wel een homegrown player. We kunnen die beter gebruiken. Als het niet zo was geweest, dan had Desiron waarschijnlijk... in Hasselt gebleven, maar ze maakten direct werk van die beschikbare Belgen die eigenlijk kwalitatief goed zijn en die ze onmiddellijk konden recruteren. Ja. Maar het is niet doorgegaan, homegrown players. Oké, dus daar is het nog niet... Nee. Nee, goed, er zijn dingen die gepland staan voor komend seizoen. Ik zeg altijd maar, ik wacht maar af, ik zie wel wat er gebeurt en dan gaan we gewoon weer verder kijken. Ja, voilà. Wie weet zit ik in een andere competitie. Ja, je weet het maar niet. Ja, coaches zijn passanten, hè? Ja, maar sommigen blijven ook wel erg lang. Herman van der Belt is natuurlijk... Die noem ik Foppe de Haan, hè? Die heeft even meer dienstjaren dan Foppe de Haan. dat is ongetwijfeld. Ja, hij heeft 1 jaartje niet bij Zwolle gezeten. Hij was assistent van Braal bij Bergen op Zoom. Ja, die heeft toen overgenomen van mij toen in de tijd. Ja, precies. Ja, dus, okay. Nee, Tony, dankjewel. Okay. Ik zou zeggen, goede reis naar huis. Ja. En tot de volgende keer. Oké, goed. Dankjewel. Oké.